Hoe is het gevecht eigenlijk tot stand gekomen? Ja, we hebben natuurlijk een verleden samen en ik heb natuurlijk al meerdere malen heb ik gewoon Badr uitgedacht omdat ik het gewoon ook wel zie dat de partij was wel afgelopen, maar nog niet afgemaakt zeg maar. Het voelde nog niet voltooid. Toen hoorde ik eigenlijk van dat hij weer terug zou komen bij Glory en heb ik me aangeboden. In de kickboxwereld wordt telkens gesproken over een rematch tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Het kamp Hari zou Gerges als ideaal opwarmertje zien voor het gevecht met de Glory wereldkampioen Verhoeven. Ja, kijk, ik zie het anders en ik weet ook zeker, 100% zeker, dat hij het ook anders ziet. Hij weet wel beter. En de kickboxkenners weten ook beter en ik weet ook beter. Ja, want het klinkt bijna een beetje denigerend, hè? Een opwarmertje voor Rico. Ja, dat zeg ik. Ik weet beter en hij weet beter. Dat is voor mij belangrijk. Weet je, verder ga ik niet. Dat is voor mij absoluut niet. Dat interesseert me weinig. Badr is na 2010 die partij tegen mij in de arena, is hij gewoon nooit meer op dat niveau gekomen. Ik heb tegen Badr gestaan toen hij gewoon in de top van zijn toptijd was. En ik heb gevoeld wat hij toen kon. En ik weet gewoon dat hij nu op dit moment de helft daarvan nog niet eens kan. Gerges verloor zijn laatste partij. Hij ging zwaar knock-out. Hari heeft überhaupt niet kunnen vechten, want hij zat een gevangenisstraf uit voor een aantal geweldsmisdrijven in het uitgaansleven. We komen allebei een beetje uit natuurlijk een mindere periode. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk wel een grote naam, maar hij heeft op kickboxgebied ook weinig gepresteerd de afgelopen jaren. Ik heb vele malen meer gevochten de afgelopen jaren als hem. Dus daarentegen mag hij blij zijn dat hij tegen mij staat. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik verwacht dat hij er ook heel veel zin in heeft. En dan gewoon samen gewoon het publiek waargeven voor hun geld.